Telesuur heeft vanmorgen 3 computers overgedragen aan de Sint Paulusschool. De pc's zijn de hoofdprijs van de 10e scholen danskampioenschappen die vorige maand zijn gehouden. Van de 17 scholen die hebben deelgenomen aan deze competitie, kwam de Sint Paulusschool als winnaar uit de bus. Telesuur was de sponsor van de danskampioenschappen. Ze hebben gefeliciteerd. Dank u wel. En de Paulusschool krijgt van Telesuur 3 computers om in te zetten voor ICT onderwijs. Heel mooi. We gaan over tot het ondertekenen van het overdrachtsdocument. Ja. De officiële overdracht waarbij Telesuur vertegenwoordiger Soyla Salons en Gerda Menasse, directeur van de Sint Paulusschool, de overdrachtsovereenkomst tekenden. De prijzen zijn in de vorm van computers in plaats van geld, omdat Telesuur zich in het kader van het PC for Schools project reeds heeft gecommitteerd om het ICT-onderwijs op scholen te bevorderen. Volgens directeur Menasse zijn de extra PC's van harte welkom voor het ICT-lokaal van de school. Ik ben blij, want deze zaken zijn niet goedkoop. Dus als je meer erbij krijgt, dan kan het alleen maar goed zijn. 1 voor de ruimte zelf, zoals u ziet hebben we al een ICT-ruimte. Dus we hebben meer computers bij, dat wil zeggen dat we dus nog meer kinderen kunnen faciliteren. En we gaan er dus zeker gebruik van maken. Er zijn verschillende type lessen. We hebben een ICT-docent, dat is meneer Andy. En hij gaat in op de normale basiszaken, dus Word, Excel. Maar in de hogere klasse laat hij ze dus ook zaken maken zoals hun scriptie. Ze moeten verslagen inleveren, ze moeten bijvoorbeeld zelf een businesskaart kunnen maken, dus overal. En ik zit toevallig nu zelf op de ICT-opleiding van het EOL, dus het is helemaal in mijn straatje. Gerda Menasse, directeur van de Sint Paulusschool. Zij sprak vanmorgen na de officiële overhandiging van een 3-tal computers door Telesuur aan haar school. De pc's zijn de hoofdprijs van de scholen danskampioenschappen die de vorige maand zijn gehouden en gewonnen zijn door de Sint Paulusschool.